Ze is heel goed bezig. Box-to-box loper en topschutter met 7 is Rachid Bourabia. En dan is er nog Turbo Tony Watt. Hij is de David Pollet van Lierse. Natuurlijk nog geen van de recent binnengehaalde spelers bij Anderlecht. Wel Bram Nuitink, geen Mbemba. Die stond vanochtend op met pijn. Zoveel is duidelijk. Van den Brom speelt vanavond in 4-3-3. Dus komt er een middenvelder bij, Demi de Zeeuw. En geen Syriac in de basis. Nadjar komt weer op de rechtsbuiten. En hij is wel aanwezig, David Pollet. Maar spelen mag hij niet. Jury van de Velde is de scheidsrechter. Welke kant blijft daar? U begint, u start. Kijk maar. Laatste match. Bruno. Met Jäger. Had je dat mislukt? Losada voor Lierse. Wat wil die bal al hebben? Lopen en sprinten, dat kan hij. Hier pakt hij even Kouyaté. Maar die kreeg dan de hulp van Van den Borre. Zo wil Lierse gaan spelen. Zo wil Tony Watt de ballen hebben. We zitten in de 4e minuut. Kali. Bourabia. Weg van Nadjar. En de kopbal van Mbaye Diagne. Goeie save van Kaminski. Hij is de verrassing op het wedstrijdblad, die Diagne. Want eigenlijk was Julian Verkouteren aangekondigd. Maar die is dus niet. Wel deze Mbaye Diagne. Dennis Praat. Nadjar nog heel weinig gezien. Nu gaat hij toch eens buitenom bij Kostjens. Komt dan terug. Slimme bal op Gillet. En dan is het schot van Massimo Bruno. Eerste bal tussen de palen van Anderlecht. Losada. Bourabia. Kouyaté. Vrije trap. Dan moet hij dat met de handen gedaan hebben. Lierse heeft controle en krijgt nog eens een schietkans van op een interessante plek. Nadat Bourabia opgelapt is. 24 minuten zijn ze bezig. Tony Watt bijt op de nagels, maar het wordt Losada. Heel fijn en de goal van Mbaye Diagne. En Lierse op 1-0. Minuut 25 ondertussen. Je kan niet zeggen dat het onverdiend is. De draaischijf met dienst heten Galli en Losada. En Anderlecht zet daar veel te weinig tegenover. Zijn eerste goal voor Lierse, Mbaye Diagne. En dus dik verdiend 1-0. Andy Nadjar. Goeie bal op Van den Borre, Van den Borre. En dan wijkt die bal af op Hoefkens. En pakt Berezovski hem. Anderlecht op zoek naar een goede tempoversnelling. Maar dat is heel moeilijk, want Lierse staat echt heel goed in de organisatie. 4 minuten nog tot aan de rust. Vrije trap Lierse met Ossam Galli. Daar komt Swinkels! Geweldige save van Kaminski. Het balbezit van Anderlecht is dermate opgelopen. Dat het vooral dit soort gelegenheden zijn die Lierse moet kunnen benutten. Kopbal Swinkels. Galli. Mooi van Kostjens. Galli en de voorzet. En Kostjens, goed gedaan. Bourabia. En Diagne nog met een... Foske. Lierse was er vaker en veel dichterbij in deze eerste helft. Dat heeft u gezien. Ze staan dan ook 1-0 voor bij de rust. Start van de tweede helft en Van den Brom wisselt 2 keer in de offensieve zone. Vargas en Syriac erin en Praat en Bruno eraf. Wens van Nadjar. Maar de bal is voor Lierse, dus kan Jury van der Velde ze laten voetballen. Bourabia. Galli. Losada. Losada. Het zou een geweldige bekroning geweest zijn van bijna 50 straffe minuten van Hernan Losada.
goed voetbal van de klas van Menzo. Van den Borre. Anderlecht moet nu duwen en doorduwen. Komt nu misschien wat meer voor Liersen in de reactie aan. Maar dit is Anderlecht in de actie. Met uiteindelijk Mitrovic. En de bal erover via Galli. Dit is Van den Borre. Dit is Mitrovic. En die zag Hens. Jäger trok toch zijn armen weg, had ik het gevoel. Nadjar. Van den Borre. En dan draait Vargas weg en dan speelt hij het heel subtiel. Maar zijn schot, de bal, belandt naast de goal. Schot van Ronald Vargas. Anderlecht komt toch dichter. Maar niet in de stand. Chile tegen Bourabia. En die blijft overeind. En hier is Tony Watt tussen twee tegenstanders. Het schot van Watt. Hij scoort toch wel zeker. Het is zijn eerste echte poging op doel. Zijn aandeel in deze wedstrijd heeft hij met zekerheid al gehad. Die Tony Watt. Turbo Tony moest het hier niet hebben van zijn snelheid. Maar hij tikte de twee centrale mannen van Anderlecht. Kouyaté en Nuitink uit. En klopte Thomas Kaminski, 65e minuut, 2-0 Liersen. Voor hem is het doelpunt nummer 6 van het seizoen. Tony is hot. Nuitink. Direct op Mitrovic met de Hoefkens. De Zeeuw. En een schot van Demi de Zeeuw. Berezovski slaat de bal op het dak van het doel. De Zeeuw, Gillet. Opnieuw Demi de Zeeuw. Gillet, die draait zich nu naar het doel. Hier is de schacht. Gillet. Ze blijven komen. Vargas gaat trappen. Vargas en Berezovski. Vrije trap van Wouter Kostjens. Die zoekt Bourabia daar. Het hoofd van Nuitink. Bourabia toch. En wat? Say what? 2 minuten extra en die beginnen nu te lopen. Vrij trap nog voor Anderlecht. Het was erin, zegt Vargas. Maar de bal gaat op de rand van de 16. En als het fout was, dan was hij erin, denk ik. Het is 13 wedstrijden geleden dat Anderlecht nog eens niet scoorde in een wedstrijd. We zitten in de slotseconde. En Berezovski stopt de vrije trap van Vargas. En voor Liersen is de zeer mooie 10 op 12 binnen. Een fameuze reeks. Eindstand hier op het Lispees 2-0.